Nou ja, omdat het eigenlijk een belangrijk stuk van de jus, van de vrolijkheid van de Nederlandse samenleving is. Dat mensen gewoon zonder dwang, zonder van alles en nog wat, iets doen voor anderen en voor zichzelf. Het is gewoon leuk, vrolijk. Omdat ik denk dat ze een hele belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Op een andere manier dan dat professionals dat doen. Professionals die komen een wijk in, die verdwijnen meestal weer na een paar jaar als het budget op is of als het project stopt. En de actieve bewoner, dat is wat mij betreft de stabiele factor in de wijk. Vrijwilligers zijn volgens mij het fundament van de samenleving. Zonder vrijwilligers hebben we in Nederland een heel groot probleem. Heel veel organisaties, of het nou in de sport gaat, in de zorg, in de cultuur, maar ook gewoon op wijkniveau, draait eigenlijk alleen maar op vrijwilligers. Meer dan 4 miljoen vrijwilligers zijn wekelijks actief. En dat zorgt ervoor dat wijkverenigingen blijven bestaan. Dat kinderen kunnen sporten, maar ook bijvoorbeeld dat kinderen op scholen kunnen overblijven. Dat is echt maatschappelijk goud dat we moeten verzilveren. En als deze mensen niet actief blijven, dan verdwijnt er een heleboel goeds uit onze samenleving. Stel je nou eens voor dat alle vrijwilligers zouden staken in Nederland. We stonden gewoon stil. Vrijwilligers zijn zo ongelooflijk belangrijk voor onze samenleving. En eigenlijk, juist in Deventer, vrijwilligers staat bij uitstek. Hè? Ik zeg altijd, elke tegel die je in Deventer oplicht, daar zitten wel vrijwilligers actief te zijn. Als we echt alles alleen maar doen omdat het betaald wordt en moet, dat scheelt een heel stuk niet zo vrolijk van. Weet je, vrijwilligerswerk is iets, daar ga je fluitend van naar huis. Zelfs als het heel zwaar is. Ik kreeg deze uitspraak echt letterlijk van iemand die hospicevrijwilligerswerk deed. En je zat van, ik ben nu vandaag echt gewoon het verschil geweest. En het gaat dus niet om vrolijk, plezier of wat dan ook, maar het gaat echt om dat gevoel van, dit is mens zijn. Iets voor anderen doen, omdat je het zelf echt wil. Omdat ze niet vanzelfsprekend zijn. Mensen doen het vaak met hart en ziel. Maar willen daar ook wel gewaardeerd worden. En zeker niet gehinderd worden. En we merken de laatste jaren dat die hindering wel plaatsvindt. En dat is onder andere omdat steeds meer overheden zich financieel terugtrekken. Waar vroeger subsidies werden verstrekt aan het maatschappelijk middenwereld. Zien we nu dat juist nu dat maatschappelijk middenveld zo nodig is, dat de overheid het af laat weten. Voor mij zijn ze de lijm van de samenleving. Wat je heel erg vaak ziet bij vrijwilligers is dat mensen die buiten de boot vallen, eigenlijk er weer bij worden getrokken door iemand die zegt van je krijgt even wat extra aandacht. Bijvoorbeeld iemand die alleen thuis zit door ziekte of wat dan ook, die even mee wordt genomen door bijvoorbeeld een boodschappenservice of een vrijwilliger die even één keer per week langskomt om diegene weer erbij te betrekken. Omdat ze ontzettend belangrijk zijn voor het samenleven. Mensen in de wijken, in de buurten, binnen verenigingen, binnen kerken. Zij samen zorgen voor een fijne samenleving. Dat doet niet de overheid, dat doet niet de politiek. Maar dat doen de mensen, de vrijwilligers, in de samenleving. Omdat zonder al die vrijwilligers het gewoon allemaal niet goed gaat in de samenleving. En daarnaast is het ook nog gewoon hartstikke leuk, het vrijwilligerswerk. Het brengt mensen met elkaar in contact, het verbindt mensen. En het zorgt ervoor dat heel veel dingen gedaan kunnen worden die anders zouden blijven liggen.